Vandaag ga ik verstoppertje spelen in het eeuwenoude Egypte. Alleen is het niet zomaar verstoppertje. Ja, we zijn dus super klein. Klik nu op dat duimpje omhoog, dan gaan we maar snel beginnen. Jongens, welkom. Wat zien jullie er goed uit, moet ik zeggen. Rick, je bent modern. Robin en Justin, jullie zijn teruggegaan naar de, wat is het, de farao-tijd. Ja, weet je hoe dat komt? Nou? Kijk eens om je heen. Ja, we zijn in Egypte. Kijk, ik heb zelf ook een beetje een Egypte-outfit aangetrokken. Maar ik vind jullie er wel echt leuk uitzien, vooral gewoon. Ja, nee, ik ben bij de carnavalswinkel geweest. Dit was het enige in de aanbieding. Ik moet wel zeggen, Robin, jij bent een aanzienlijk stuk bleker dan Justin. Kom je wel eens buiten, of? Nou, nee, eigenlijk niet. En dat wil ik eigenlijk ook zo laten, dus ik wil je zo snel mogelijk ook weg. Oké, jongens. We hebben hier verschillende levels eigenlijk, want dit hebben kijkers ooit voor mij gebouwd. We hebben hier de stad. Ja, een paar dagen geleden. We hebben hier de stad. We hebben hier een groot, wat is het, grote piramide. En daar verderop hebben we nog een Sphinx. Jullie mogen je nu verstoppen in de stad. En Robin gaat al, ik zou zeggen, achter Robin aan. Oké. Dank je, doei. Nee, Justin, hier. Justin, hier. Je moet alleen de stad in. Je mag niet buiten de stadsmuren voor deze ronde. Wat verdikke. Okay. Alleen binnen de stadsmuren. Groetjes. Oké, dag hoor. Waar kijk je nou nog? Ja, dat vind ik ook gemaakt. Tot zo. Jeetje. Jezus, wat een verschrikkelijke vent. Oké. Ik heb niet in deze map gekeken, dus we moeten echt even een goede plek hebben. Ja, ik heb er al een. Ja? Ja, ik heb echt wel een hele goede plek. Maar is hij ook nou klein of groot? Hij is groot. Oké, dat vind ik wel jammer. Ik heb hier een parcoursplek gevonden waar ik even moet parcouren. Ik heb een hele goede map. Best wel een grote map. Ik heb me zojuist in een benarde situatie. Hoezo? Daar kom je gewoon niet meer uit. Oh, benard? Benard. Ik kom er gewoon benard niet meer uit. Benard? Ja, benard. Maar Justin? Ja. Yeah. Hoe gaat het nou echt met jou? Ja, niet zo goed. Ik zit vast. Oh shit, man. Ja, maar waarom ga ik dan ook vastzitten, Justin? Ja, omdat het waarschijnlijk een hele goede verstopplek is. Oké. Dan snap ik het, weet je. Ja, nee, dat dacht ik al. Het duurt wel lang met jullie, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik heb mijn plekje wel. Ja, ik moet echt nog even zoeken, want... Zou ik zeggen, kom maar? Nee. Ja, doe maar. Ja, doe maar. Ik heb een perfecte plek. Kom maar. Ik heb echt een goede plek. Oh, deze plek is goed. Je kan hier niet eens bij. Dat is een hele goede plek. Wat een goede plek dan. Ja, ik kan hier wel bij, maar ik denk niet eens dat hij het gaat verwachten. Jullie hebben een plekje gevonden, jongens. Nee, dat niet. Shit. Hij hoort het. Dat hebben jullie snel gedaan, een plekje gevonden. Ja, zeker. Ik heb een spateltje meegenomen. Dus als ik jullie zie, dan kan ik net zoals een mugje... kan ik jullie plat slaan. Omdat jullie zo klein zijn natuurlijk. Dus ik ben benieuwd waar jullie verstopt zitten, jongens. Ja, ik ook. Moet wel zeggen, we hebben snel een plek gevonden. Ja, ik heb ook een hele goede plek gevonden. Ja? Als je me hebt gevonden, dan heb je hem ook. Want, ja, dat lijkt mij enigszins logisch. Oh, je zit gewoon vast op een plekje. Ja, ik zit vast. Oh, dan denk ik dat je weet dat ik weet waar je zit. Nee! Ben ik wel heel benieuwd of het echt zo is. Nee. Oh, gelukkig. Ik dacht dat je in de put zou zitten dan. Nee, hallo. Denk je dat ik achterlijk ben of zo? Ja, soms. Nou, een beetje misschien. Ja. Een beetje is goed, toch? Maar je bent er ergens op een plek waar je niet meer uitkomt. Dus jullie mochten niet buiten de stadsmuur, hè? Nee. Zou ik ook niet durven. Dat durven misschien. Maar je hebt niet gezegd erop. Niet gezegd erop. Dat heb ik niet gezegd, nee. Nee, dat klopt. Ik heb nooit gezegd dat jullie er niet op mochten. De onder heb je ook niet gezegd. Ik kan je half mee met je meekoekloeren, maar half ook niet. Robin, daar kom ik niet bij. Daar zit Robin. Die Robin, ik zie hem gewoon ineens staan. Kom op, Robin. Hij zit er nog. Ik dacht dat je was gevlucht. Ik kan net niet van deze persoon. Ik kan hier gewoon weg? Hoezo weg? Ben je weg? Nee, ik ben niet weg. Ik zie ze daar zitten. Doei. Nee, dat is buiten de muren. Van spelen. Oh, helemaal niet. Muren. Red er al in, ik pak je. Nee, je bent zo klein. Dit is zo'n Tom en Jerry verhaal, dit. Hey Max, ik zag je. Dit is echt zo'n Tom en Jerry verhaal. Ben je nou weg? Ja. Dit is wat eerlijk, die zijn veel te klein. Hoezo jij zit bij Justin? Ja, ik zie jou gewoon. Jij ziet me af en toe, ja, Robin die is een verloren zaak voor mij, of hij zit er nog. Oh, ja, ik kan veel beter kijken, waarom deed ik dit niet? Robin, kom hier! Waar ben je? Je bent zo snel en zo klein! Oh, maar deze! Oh, irritant dit. Waar zit Robin? Ja, snel aan het rondrennen en weer weg. Je moet gewoon beter slaan, dat is het. Beter slaan, ik ben niet eens... Waar ben jij? Jij bent stil. Ik zeg niks. Ik heb je wel al gezien, dat wel. Hey Robin! Waar? Ik zie je niet. Gestrest, en het betekent dat Justin hier ergens zit, wat hij zei. Ja, dat klopt. Hé, Max, zie je. Maar Robin, waar is de plek waar je nu eigenlijk heen moet? Gewoon buiten de poort. Ja, ik ben buiten de poort. Oké, buiten de poort. Daar moet je wachten, ja. Waar ben jij, Justin? Ja, ik zie jou. Ik zei dat je ergens was. Ja, ik zie jou. En je komt er niet meer uit. Nee. Jij ziet mij nu. Ja. Spring eens. Ja, spring.
Ja, maar kijk, ik moet wel eerlijk bij zeggen, ik zie je. Met F5. Nee, ook niet eens. Huh? Oh, door de muur? Ja. Oh, mijn god. Ik sta gewoon vol met mijn snuffer tegen de muur te koekeloeren. En dan kan ik je gewoon lekker mee koekeloeren. Maar waar zit jij dan? Waar zit Rick? Rick, heb je mij gezien? Ik kan jou bijna zien. Ga maar lekker naar Rick toe, joh. Ik kan zit hier toch zien? Wel even. Nee. Je moet weer naar beneden en dan... Zo naar beneden, hoe weet je dat ik hier zit, ja? En dan ietsjes naar rechts volgens mij voor jou. Ja, daar. Ja, verder. Is daar een uitgang? Ja. Ja, daar moet je even naar buiten lopen. Ja, ja, nu zie ik jou. Maar oprecht, via een... Ja, ik zie jou. Nee, ik zie jou nu gewoon... Ik zit nu jou gewoon recht aan te kijken. Je zit helemaal sneaky rond te koekeloeren. Ja, ik heb jou in de smiezen, Max. Ja. Je hebt mij in de smiezen. Jij ziet mij. Ja, ik zie jou met je spateltje. Springs? Waar ben jij? Zag je dat? Nee, maar ik kijk wel jouw kant op voor mijn gevoel, of niet? Ja, ik zie jouw ogen. Spring nog eens. Hey. Ik vind het hartstikke leuk hoor dat jullie nu een lekker verstopje aan het spelen zijn. Maar ik zit hier echt gewoon vast. Dus kan iemand me helpen? Daar is hij! Ik was nee, ik kom je zo helpen. Yes, ik heb eerst niks gevonden. Oh, waar ben je? Oh, dit is Robin! Ik ga me afleiden! Ik ga Justin even zoeken. Ja, ik ga me afleiden. Ja, ik was ook bij. Oh, jullie, kom. Robin, help me. Waar ben je? Waar? Warm. Ben je kwijt? Iets heel warm. Ben ik in de buurt van iemand van jullie? Ik ben weggerend, Max. Hier aan Justin? Ik zie jou niet. Oh. Waar ben je nou weer, Rick? Ik ben weg. Oh, zie je me nu, Justin? Ja, ik zie je. Hey, wat? Ga naar... Die kant achter, op? Nee, andere kant op. Die kant op? Ja, en dan naar rechts naar binnen. Waar zijn jullie dan, jongens? Ik wil ook even gezellig langskomen. Ja, oh, wacht, ja. Rick. Nee, daar niet. Kom. Links van je. Ja, hier. Nee, ik kom er niet bij. Hey, Justin. Hey. Max. Waar ben jij, Rick? Waar ben jij, Rick? Max. Waar ben jij, Rick? Ja. Ik ben weg. Ik ben echt zo ver weg. Ja? Ja, misschien zit ik boven je onder het arm. Jij zit bij het afdak. Misschien zie ik jou ook via F5. Ja! Ik heb je! Nee, shit. Nee. Oké, alleen nog... Ja. Hallo. Alleen nog Justin. Ja, en degene... Ja, klopt. Ah, maar waar is Justin, is de grote vraag. Waar is Justin? Vluchten kan ik toch niet, dus... Nee, maar vluchten kan je niet. Maar waar zit je dan? Ja, verstopt. Dat was het idee. Zit je in een gat of zo waar je bent gevallen? Ja. Je bent ergens laag. Nee, gelijk met de begane grond. Huh? Hé, jij bent er weer. Misschien hier binnen. Knipsen, die is wel lekker. Waar ben je? Weet ik niet. Is dit het huis, jongens? Maar misschien. Waar zit hier, Robin? Justin, dat kan ik nog nooit vinden! Hoezo niet? Jij hebt me gevonden! Ja, omdat Robin die kant op ging slaan. Helemaal niet! Robin, verraad me! Oké, jongens, laten we naar ronde 2 gaan. Ja, maar hallo! Wat? Ja, ik zit hier vast! Ja, jij komt zo meteen, maar laten we naar ronde 2 gaan. Deze keer moet Robin zoeken, omdat Robin als eerste af was. Ja. Dat betekent, Robin, dat jij moet gaan zoeken, terwijl wij gaan verstoppen in het grote piramidetje daar. Alleen binnen. Of buiten op het plafond, of weet ik veel wat. Maar in ieder geval iets daar. Let's go, ronde 2. Oké, jullie kleine minions. Ik wil graag dat het verkleedpartijtje niet doorgaat. Het thema was namelijk jungle in plaats van Egyptisch. En zand. Maar we zijn nog verkleed. Ja, nou dat... Je kan ons nu niet meer wegsturen. Jullie mogen verstoppen. Oké, laten we verstoppen, jongens. Ja. Maar er is nu een ander iets. Ja, we mogen nu hier verstoppen, alleen binnen. Hoe kan je hier omhoog? Je kan alle kanten op. Je kan omhoog, je kan... Kijk, hier... hier is het wel heel donker, moet ik zeggen. Even kijken of we goede plekjes kunnen vinden. Dat is altijd lastig, hè? En goed, kijk, dit kan ook. Je mag... Was er ook ergens een trap of zo? Kijk, hier kan je... Rick, zou ik hier zijn? Waar? Kom eens bij de trap. Ik ben bij de trap. Bij die oranje trap. Kom eens terug naar de lobby. Ja, daar ben ik. Maar ik zit weer vast. Waar ben jij? Hoezo? Hier. Hier. Ja, achter je. Oké, kijk hier. Hoezo zit je weer vast, Justin? Ja, gewoon. Ik zit letterlijk weer vast. Ik ben ergens ingelopen, maar ik kom er gewoon weer niet uit. Kijk, dit. Dit is lekker. Gaat hij dat zien? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel, maar wat is dit dan? Hier ben je buiten. Dat mag niet. Ja, hier ga je naar buiten, inderdaad. Dat is wel een goede val voor Robin. Maar jongens, ik zit gewoon weer vast in een plek. Hoe kan het echt voor elkaar dat je weer vast zit? Maar ik weet niet of ik hier kan... Of Robin hier kan komen. Nee, hier kan Robin niet komen. Oké, laat maar wacht even. Deze map is wel lastiger, hoor. Ja, is moeilijk, hè, om een leuk plekje te vinden. Ja. Hier heb je ook een ladder, als het goed is. Ja, dan kan je helemaal naar een zoldertje toe. Kijk, en daar heb je goede plekjes. Op die zolder. Daar heb je de echte verstopplekjes. Oh, mijn plantje dit dan. Ik ben op de master bedroom.
Oké, jongens, ik denk dat ik in dat hokje ga, die ik eerder had gevonden. Ja, ik ben echt de complete weg kwijt gewoon. Ga je op het balkon, Justin? Ik ga gewoon Robert even een groet zien van naar boven. Ja, dat moet je doen als je omdraaien. En dan staan we z'n drieën staan hier. Ja, nee, dat gaan we niet doen. Ga jij hier zijn? Ik ben benieuwd naar zijn reactie. Yes. Dus je mag op tijd een nieuw plekje vinden. Ja, ik heb denk ik ook wel een plekje. Ja, ik heb een plek. Oké, zeg maar dat hij kan. Tegen de tijd dat ik op mijn plekje ben, dan... Komt. Kom. Ja, je gaat hem niet vinden. Althans, misschien wel, maar... Nee, hij gaat hem hier ook niet vinden. Hey, hallo daar. Hey. Hey. Nee. Robert, ga terug. Wat? Ga eens even, alsjeblieft, even terug. Ik heb gemist. Ja. Wat? Hey! Oh ja. Ja, ik dacht, ik begroet je vast. Ik wens je heel veel succes. Je kunt het. Ja. En, That's it. Doei. Wat was dit nou weer? Ja, een begroeting vanuit Justin. Die wilde je even begroeten. Oké, nou, ik ga jullie zoeken. Oh, dan moet ik stoppen, vinden, of? Nee, alleen zoeken vandaag. Vinden doe je die aan. Alleen zoeken en dat doen wij door te kijken in alle gaten en hoeken. En als dat niet lukt, dan... Nu zag ik rennen. Plopkoeken. Oeh, plopkoeken? Ja. Was jij aan het rennen, Justin? Ja, zeker. Tuurlijk. Over een geel tapijtje heen. Dat is... Ja, er liggen volgens mij niet zoveel gele tapijten erin. Nee! Je wil een geel tapijt zoeken, dan is hij ook bij jou in de buurt. Wat ik heb een geel tapijt gevonden. Misschien heeft Rick zichzelf wel geleid nu. Nee. Past niet. Nee! Bij het gele tapijt. Ja! Dankjewel, Rick. Hartelijk bedankt. Sorry, Justin. Maar Rick kan me vanaf hier zien, hè, Robin? Ja, dat denk ik ook, ja. Ik help je even zoeken. Waarom ging je in kisten kijken? Of iets aan het zoeken was. Zie je ineens Rick in een kist zitten of zo? Hallo. Gewoon in de inventory ook, weet je? Dat je hem gewoon hier in één keer ziet zitten. Dat je hem uit kan pakken en in je handen kan stoppen. Oh, dat zou echt heel grappig zijn. Rick, waar zit je? Nee. Nee, ik klopt trouwens. Ja, ik heb je! Nee. Heb je een Rick nou al? Jazeker. Wat hadden jullie voor slechte plekken dan, jongens? Ja, die hadden zeker slechte plekken. Ja, maar er waren echt geen goede plekken gewoon. Nee, klopt. Wie staat er op het hele platform? Dat is denk ik jullie twee. Max is de enige met kijken. Nog een andere outfit, hè? Ja. Max moeten we nog hebben. Nou, ik heb best een goede plek, denk ik. Nee. Nee, denk ik ook niet. Zo vervelend. Nee, ook niet onder het bankje. Of een tafeltje misschien. Achter de bosjes. Waarom zie ik hier een vliegtuigstuur onder de bosjes zitten? vliegtuigstuur. Jongens, we hebben een probleem. Er zit hier een vliegtuigstuur onder de bosjes. Er zitten er wel drie. Ja. Is dat een trappuis? Hey, moet kunnen. Wat heb je mee? Ik ben. Zal gezellig met Rick in de kamer. Gaat hij weer de kamer uit, de andere kamer in daar. Ja, maar Max zit bij door de muren, dus dat is niet eerlijk. Dan ga ik niet... dat klopt. Ja, dat dacht ik al. Dat is helemaal niet leuk. Ik ben te slim voor dit geworden, jongens. Dat moet je niet onderschatten. Oh ja, je snapt het te goed allemaal. Ja. Zat je op die plek die je mij liet zien, Max? Ja. Waar is dat? Ja, als je maar niet in die toren zit. Want in die toren, als je daar ergens zit, dan kan ik er ook gewoon niet bij. Dan wil ik jullie nu ook wel vast vragen om te stoppen. Want dat vind ik gewoon ook niet meer leuk dan. Ik bedoel, boven de toren. Nee, ja, in die toren ook. Want er zitten zoveel raampjes en gaten. Daar kan ik overal niet bij komen. Dat klopt. Ja. Kijk eens nog eens naar boven. Ietsjes naar boven. Die pietje. Hallo. Nou ja, dat is een perfect voorbeeld van. Hier kan ik. Oh. Ik kan jou wel slaan. Waar zit hij? Nee! Oh, niet slopen. Nee, Justin! Pak hem! Nee! Was dat Justin? Nee, was ik niet. Wat ben je aan het doen? Hallo! Help! Help! Pak hem! Ben ik kwijt. Nee. Nee. Ja, hoppa. Ik heb je. Spannend. Justin. Ja. Justin is als eerste af. Justin, dan krijg jij het moeilijkste level van allemaal. Oh, leuk. Ja, we hebben de Sphinx. Laten we de Sphinx in gaan. Hey, verliezers. Welkom hier bij... Was hij niet de verliezer, jongens? Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel, hè? Sst.
Waar is Robin? Maar jongens, jullie mogen hier gaan verstoppen, maar niet te moeilijk. En binnen een minuut staan jullie weer buiten, als ik jullie niet heb gevonden, oké? Okay, prima. Ja. Succes, doei! Oké, we mogen alleen binnen, jongens. Alleen hier binnen, maar het leuke is, er zijn zoveel kniezoekjes en gaatjes. Je gaat ons echt nooit vinden. Kan je bij de stalen pijp, kan je zitten. Maar dit kan niet, want hier kan hij niet bij. Ja, maar als het te lang duurt, dan geef je Justin gewoon toestemming. Kijk, het leuke is hier. Je kan om de hoek al meteen, als je binnenkomt, meteen om de hoek. Oh, je kunt ook nog helemaal naar boven, wat erg dit. Hoezo om de hoek? Gast, dit hoekje hier bedoel je? Ja, bij die barrel. Ja, bij die barrel. We kunnen ook gewoon hier zitten, zo met z'n allen in het hoekje. En als je er klaar is, lopen we naar buiten. Kijk, Max, dan gaan we hier wachten. Ik ga hier staan. Oh, ik zou het risico nemen, het is zo leuk. Ja, ik ga het doen. Ik ga het. Dan ga ik gewoon hierin zitten. Ja, die ziet hij. Dan ga ik hier, in het hoekje hier. Nee, dat ziet hij inderdaad. Dan ga ik hier onder die barrel. Nee, maar deze gaat hij niet doorhebben. Ik ken je. En, maar dan als je meent dat hij wat dieper... Hey, verliezers! Hallo! Nu het was al om, hè. Ik zie ik ben nog niet helemaal tevreden met mijn plekje, moet ik zeggen. Nee! Wat zijn dit? Wat is dit voor plek, joh? Ik stop mijn hoofd! Nee. Justin. Waar heb ik je gevonden? Justin, ja, ik stond daar. Hij keek in één keer om. Justin, geef me even de kans. Kijk even achter je. Oh, Justin, achter je. Justin, ik zeg vast, Justin, Robin en ik zitten bij elkaar. Ja. Toch, Robin? Wij zitten bij elkaar. Ja, maar dit is niet te doen! Ook weer zo'n Tom en Jerry aflevering. Ja. Justin, vooruit. Dankjewel, Justin. Jezus, maar jongens, ik stoot 300 keer, miljoen keer mijn hoofd. Rick, weet je waar we zitten? Nee. Je moet eigenlijk naar ons toe komen. Ja, waar zitten jullie? Ik wil erachter, Robert. Ik vind het nu al helemaal niet meer leuk, jongens. Laat gewoon even weten waar jullie zijn. We zitten op een afgesproken plek. Oh, oké. Ja, maar dan moet ik dan even naartoe komen. Want ik ben... Ja, moet je heel voorzichtig. Wat is dit nou weer? Er zit hier een barrel. Daar kan ik toch nooit komen? Nee, hier, Rick, hier. Nee, maar, Rick, hier achter je. Rick, oh! Wacht. Afgesproken plek, nu. Afgesproken plek, nu. Oh, ja. Ik snap hem al. Oh, kut. Hij gaat ons hier echt niet vinden. Onmogelijk. Nee, deze is wel heel lastig inderdaad. Ik was hem even kwijt. Maar jongens, het is heel leuk, maar als ik naar jullie toe loop, dan rennen jullie hierin. Ja, en dan kan ik jullie toch maar meppen. Ja, dat klopt. Ja, maar jongens, ik... Het is niet te doen. Nee, Justin! Ja, nee, daar kan ik niet komen! Ik kan jou wel slaan. Ja, wat is dit? Jee, Robby. Ik kan ook dat bordje onder je weg hakken. Dan maak ik het alleen maar nog moeilijker. Ja, kom, maak ik dit. Ja, maar Josh, jullie wisselen elke keer van plek. We maken het ook echt veel te moeilijk voor hem. Wie heeft dat? Ja, maar jullie zijn echt gewoon muizen. Niet te... Mijn hele muis die krijgt straks echt gewoon een hartaanval van hoeveel kliks ik hem geef. Rennen! Ik had iemand! Wie was dat? Wie kwam ik net tegen? Oh, dat is Robin! Jongen, dit spinnenweb is ook wel leuk. Ik zit gewoon 10 minuten in een lift. Ja, maar nee. Ik heb weer een plekje. Ik ben Rick, even... achter je. Terug. Waar? Terug, hier? Terug. Nee, terug. Oké. Terug. Hier? Wil de persoon achter dit bokje zich even melden? Prima! Ja, ik zit in de kop, hè! Dat is onheerlijk. Nee, deze is goed. Kom op, muisje kunt het. Hey, jongens. Robin, nee. Ja, ik kan er één. Nee, Robin stond ook echt naast je. Ja, maar deze plek is niet leuk. Oké, Justin, ik help je. Nee. Ik zit vast. Ja, maar jullie kunnen overal langs. Dit is toch helemaal. Kijk, Justin. Ik maak jou bij deze. Dank je. Dan heb je meer keuze. Niks zoeken. Ik ben... Dan kan je meer zoeken. Ja, maar ik ben nog te klein. Hij was
was er alsnog niet onder. Ja, 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 dankjewel Max. Dit heeft me heel hard geholpen. Ja, ik help je een beetje. Geen probleem. Kom maar, Rick. Best, Max. Oh, ik moet ook weer klein worden, wacht. Ik zag iets! Ik zag iets op mij. Ik zag iets. Ja, maar ik ben het alweer kwijt. Het zou weer niet dat als het gaat rennen. Ja, wie ziet Ja, maar ik kan hier ook gewoon niet tussen. Rob is er waarschijnlijk weer buiten te lachen. Nee, hij is je niet. Dan gaat hij een rondje hier omheen lopen. Maar ja, ben je Robin? Ja, ben ik ook niet. Hoe kom je hier nou? Ja. Dit is niet te doen. Ja, madame du! Het ziet er zo stom uit. Hé jongens! Oh, oh boy, daar gaat het! Jongens, wel even maar allemaal. Hoe ben je? Ik ben jou weer kwijt. Hey, hij is hier. Robin. Hup. Pak hem nou, je zus. Ja, ik smek! Hup. Sla hup, nou hup, gewoon, je hoeft alleen hup, hem te slaan. Hup, hup, hup. Is die rot kwijt? Hey, ja, sla nou. Hoppa! Wee! Dit is een soort vis op het droge. Dus die weet niet wat hij aan het doen is. Nee! Maar deze plek... Ja, shit! Ja, jezus! Hij heeft Ik wil heel graag dat jullie het zelf ook even gaan proberen, ja? Nee, ja, nee, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Nee, nee, dat ben jij in de beurt, hè? Het komt allemaal gewoon perfect uit. Rick was als eerste gevonden. Of nee, ik was als eerste gevonden. Ja, maar ja, Rick moet gewoon gaan zoeken nu. Oké. Okay. Laten we gaan naar het laatste level, jongens. Oké, okay, jongens. Zoals jullie zien, ik heb mijn vlaggetje vast. We zijn hier bij de excursie in Egypte. Ja. Ik ga jullie even een rondleiding geven. We beginnen hier bij deze cactus. Dus die ga ik even hier aan jullie laten zien. Zullen wij ons gewoon... We gaan gewoon... Ja, ja, super, super, deze cactus super, is... Maar uit. Ga jij maar je cactus rondleiding doen. Wij gaan verstoppen. Is goed. Ik ben helemaal klaar. Ga hierin, Robin. Hè? Kom hier. Wacht. Gewoon even goede plek. Ga hierin. Gewoon even goede. Hierin. Nee. Zal ik er even ingaan? Nee, nee, doe maar. Kom je er echt niet meer uit? Hoppa! Ben je er echt niet uit? Oh, nee. Kom je Wacht, dus over het randje kijken. Niet slaan. Niet slaan, niet slaan, niet slaan. Jij nou, dat randje en dit randje, oké? Okay? Zitten tegenover elkaar. Hier zo. Zit je vast, Robin? Ik zit echt vast, ja. Kom je er echt niet uit? Nee, echt niet. Nou, succes. Wij gaan een andere plek zoeken. Yo. Ja, maar... Nee. Ja. Nee, maar dat wil ik niet. Ja, oké, okay, dan. Geef ik mezelf wel even dat ik onder water kan ademen. Ja, maar dan maak ik... Ja, oké, okay, sure. Ik kan eerst trap lopen met dit lichaam. Met dit lichaam? Ja, dat vind ik klein. Oh. Zo. Ik zit op de bodem, jongens. Hmm. Ja, deze vind ik lastig. Weet je, ik ga het gewoon moeilijk voor jullie maken, omdat jullie mij een put hebben gedaan. Ik heb niks Kom gedaan. Maar. Nee, 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 ik heb nog niks, we hebben nog niks. Hé, hey, Rick, oh, komt u maar. Ja, mag nee, kom maar. Ja, ja, vast alarm! Okay. Nee, zeker niet. Nee, 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 de wekker is gewoon gegaan. Je kan hem niet snoezen, je kan hem niet op uitdrukken. Gewoon, hup, gaan. Oké, jongens. Kijk, Robin. Hebben jullie goede plekken? Nee, ik heb een enorm goede plek. Ja? Wat als hij jou nou als eerste vindt, Robin? Dat zou een beetje... Ja, dat zou een beetje jammer zijn. Ja, dat zou teleurstellend zijn. Yeah. Maar ja, als jij mij vindt, dan vind jij de anderen niet meer, hè? Hoe, wat vind je daarvan? Hoezo vind ik dat? Wow, dat vind ik... Eindig het spel. Ja. Ja, dat vind ik geen... Dat vind ik niet leuk. Ik heb echt een goede plek. Ja. Ik ben een beetje uit de verstoppertjes game geweest, dus ik heb niet veel ervaring meer, weet ik te wezen. Heb je nooit gehad, Rick? Nou, het ging op een tijdje best wel goed, hoor. Ja, dat is waar. Het heeft wel even een keer... Hij heeft een periode al gehad. Ik heb een periode gehad. Waarom ging je naar boven, Rick? Voorbij, maar... Ja, 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 ja. Waarom ging je naar boven? Ik vond het leuk dat ik eindelijk weer een keer gevraagd werd, weet je. Ja, we hadden nog vier man nodig. Ja, precies. De andere konden niet. De rest kon allemaal niet. Hey Rick, kijk zo het raam. Dit raam? Ja. Soms moet je even recyclen. Zie je mij? Ik zie jou. Hey Rick, ik zie jouw achterhoofd. Hoi Rick. Wat was dan? Niks. Dat is niet waar. Jawel, je hebt niks vast. Nu heb je spaten vast. Hey, ik voel me zo verdomd. Rick. Wil je iemand gratis vinden? Ja. Hoef je er niet zoveel moeite voor te doen. Ja, oké. Okay. Maar dan hoef je niet mij slaan. Want ik heb jou ook gespaard vorige keer, hè? Ja, dat is waar. Nee, dat klopt. Dat moet je niet vergeten. Ja, nee, ik vergeet het. Dat vergeet ik niet. Hij houdt van zwemmen. In de put? Nou, ik denk niet in de put. Nee, nee, nee. Houd van zwemmen, oké. Okay. Justin, ik zat hier de vorige keer ook, dus ik zal wel van een andere plek zoeken. Oh, maar ik vond het best wel goed. Oké, maar houd van zwemmen. Ik vond het best wel goed. Ik dacht dat dat kon. Ik dacht dat dat kon. Moet kunnen. Ja, is er een zwembad dan? Want ik heb eigenlijk het hele dorp nog niet... Ja, ja, zeker. Ja, natuurlijk is er een zwembad. Een opblaasbadje. Ja, dan. Oh,
dit is de poort weer. In de vorm van een eend. Dat is gewoon Rick's mond als je ja, ik wou zeggen. er is iemand aan het zwemmen. In de put. Maar daar kan ik niet komen. Robin. Dan moet je erin springen. Hey, Rick. Ja, maar er zit een hekje voor. Oh, hij kan er niet komen. Ja, ik kan er niet in. Oh. Wat een geweldig plekje. Ja, en dan heb je aan ons te danken. Mij mag je het hekje slopen. Ik ga even het hekje slopen. Nee. Dit duurt wel lang. Hallo. Oh, Justin! Hij zit in Survival, creative! Hij zit in creative! Ik wil hem erin slaan, nee! Creative! Hij heeft me gesmackt! Valsspeler! Ja, je bent een valsspeler, Rick. Sorry, valsspeler, Rick. Sorry. Jezus. Ik dacht dat dat kon. Ja, nou, bedankt. En nou is het spel klaar, want je kan er niet meer uit. Dat zei ik al, als je mij vindt, doe je een andere die jongens! Nee. Rick zit in de put! Nee. Nee. Geef me een zetje. Nee. Waar? Hier. Even een zetje. Nee, ik kan het niet. Hier, even een zetje. Dat betekent dus... Geef me een zetje. Hier, nee! Ik heb Jesse erin geslagen. Nee! Rick, Jesse zit in het water bij je. Ja, maar ik heb Jesse nog geslagen. Even al. Oh. Kom maar, Rick. Kom dan. Ik help je, Rick. Ja, dankjewel, Jesse. Nu! Ja! Oké. Ja! Okay. Oh. Okay. Hey Rick, kom eens loop eens naar voren. Naar die lantaarn op de grond. Die? Ja? Ja, loop maar door. Niet shiften, gewoon doorlopen. Ja, maar nu naar links kijken. Hey, Max. Hey, Max. Hey, Max. We gaan er doorheen lopen, dan is hij de weg kwijt. Loop er doorheen! Oh, dit was een domme idee. Nee, dat kan ik niet doorheen! Wat een escape! Lekker, Max! Oh, mijn god! Rikki, hier. Nee! Waar? Rikki, achter hier. Kom. Nee, niet slaan! Dit is van spelen! Waar? Grapje. Justin! Maar ik vond het best wel leuk pestgedrag. Ja, maar ik ben... Ah, ik heb je, Rick! Robin, nee! Help! We helpen je, Max! Dankjewel, jongens! Wees jij. Die zijn helden. Robin, ik ga naar jouw vorige plekje. Doe dat maar! Hier, ik kom je opzoeken. Je gaat me niet kunnen vinden. Ik voel honger, jongens. Hey, Max. Ik heb toch gerend. Nee, dit is een goede escape hier. Ja, dit is echt een goede escape aan beide kanten. Wacht, Rick, ik ben hier. Hier. Nee, terug. Wat? Terug. Ja. Hier, Rick. Hier. Oh, hey. Hey. Hier. Hierheen. En dan hierheen. En dan hier achter het hekje langs. Ja, kom maar, Rick. Kom maar, hier ja. Goed zo. Au, kom maar, moet je mij niet slaan. Keren. Nee, ik ben hier. Waar? Om het huis heen. Oh ja. Achterkant van het huis. Ja, maar ik wou... Hier, Rick. Ja, en hier, nee, dan moet je hier tussen die wal door. Hier, weet je wel? Rick, ik wil het laten zien. Kom nou gewoon hierheen. Doe er niet zo flauw, Rick. Anders mag je niet meer meedoen de volgende keer. Ja, sorry. Ja, maar ik had even een andere... Ik dacht dat dat kon. Ik wil even... Nee, dat kan allemaal niet. Hierheen en dan hier tussendoor zo. Oh, wacht eens even. En dan kom je aan de andere kant weer uit. Oh ja, kan je dat nog een keer laten zien? Je staat op het hoekje, hè? Nee. Hij staat aan de andere kant. Oké, beloof me dat je niet om het hoekje staat. Oké, wacht. Ik sta niet om het hoekje. Maar... Moeten jullie wel daarin gaan, jongens? Ja, moet je wel erin gaan. Ik vind het een beetje lullig, Max. Dan moet je er wel in gaan. Ik sta niet om het hoekje. Oké, man. Nee, hij heeft jou wel beloofd. Kom dan, sla dan. En seconde! 3 tegen 1! Ik kan ook shiften. Kan ik niet tussendoor shiften? Ga maar in. Hier. Ik kan niet... Sla dan! Ik word hier gewoon 40 uur. Waarom kan je niet slaan? Sla nou gewoon! Doe dat niet zo moeilijk! Ja, ik ga naar bed. Ik ga niet naar bed. Ik trek het niet meer. Kijk, hij trekt het niet meer. Yes! Nou, Rick, je hebt het heel goed gedaan. Nou, vind ik niet, maar... Oké, jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker ook even niet te abonneren. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video om te kijken. Gewoon even liken, even kijken, even abonneren, weet ik wat allemaal. En dan nu spreek ik later. Klaas, je water, dat is de Evil Ace Bier. Tot de volgende keer! Nee.